Goedemorgen weer bij een lekkere nieuwe flow. Vandaag weer, een beetje net zoals elke week wel, hè? Een lekkere mixles. Dus we gaan vandaag, wou ik wat meer beginnen qua buikspieren, rugspieren en beenspieren. Dus we beginnen met een stukje buikspierkwartier, zeg maar. Maar dan vanuit de yoga en weer vanuit Pilates. En daarna gaan we gewoon lekker een staande flow doen. Dus we mogen liggend beginnen vandaag. Dus je mag komen liggen op je rug. En dan mag je wel vast je voetzolen tegen elkaar aanleggen en dat je knieën uit elkaar gaan. En dan leg je gewoon je hoofd helemaal in de mat. Leg je handen gewoon of op je buik of naast je neer. En dan kom je gewoon eerst even helemaal liggen. En dan laat lekker knieën naar buiten toe vallen, zodat het bekkengebied even alvast kan openen. Het buikgebied wat meer kan ontspannen. En dan gebruik dit moment weer even om te voelen hoe je erbij ligt. Even bewust te worden van wat er in je lichaam zit. Dus luister misschien nog even naar alle geluiden om je heen. Voel even de ruimte om je heen of... Als je je ogen nog open hebt, kijk misschien nog even naar wat je in jouw ruimte ziet. Dus word je eens bewust van de ruimte om je heen. En dan sluit rustig je ogen, zodat je als het ware je ogen wat meer naar binnen kan keren. En dan kijk eens naar binnen, voel eens van binnen. Luister eens van binnen in wat je zo nog kan voelen. Welke gedachten je misschien kan zien, kan horen. Welke verhaallijnen zitten erin. Dus wat er eigenlijk ook van buiten of van binnen speelt... Kijk eens of je het contact met je ademhaling zo diep mogelijk kan maken. Zodat je via de uitadem, of de inadem, of de hele in- en de uitademhaling eigenlijk. Zowel de binnenwereld met de buitenwereld kan connecten. Dus via de inademhaling neem je zuurstof van buiten mee naar binnen. En op jouw uitademhaling haal je jouw afvalstoffen uit je lijf. Geef je terug aan je buitenwereld. Dus diep in. En uit. Dus kijk eens of je de inademhaling zo naar 3, 4, 5 tellen kan brengen. En ook net zo lang uit. Dus diep in. En nog een keertje uit. Oké, breng dan rustig je armen omhoog naar het plafond. En dan vouw je je vingers in elkaar. En dan draai je je handpalmen draai je open naar je plafond. Dus je strekt echt je handen, armen helemaal uit. En dan breng je ze even naar je vloer achter je. Dus je armen gaan langs je oren naar achteren. Pinken komen aan de mat en dan strek je armen zoveel mogelijk. Dus je strekt vanuit het bekken, misschien wel iets meer in een holle rug. Oh, en adem even je diep, gaap een keertje, zucht een keer. Oké, breng nou rustig je in elkaar gevouwen handen onder je hoofd. En dan til je je hoofdschouders even op. Dus je voetzolen druk je wat meer tegen elkaar aan, zodat je echt het bekken gaat aanspannen. En dan til je je billen iets van de mat af. Dus een heel klein beetje. En dan kantel je je bekken helemaal goed omhoog. Dus je buik trek je meer naar binnen. Kin is omhoog. En dan adem even hier. En leg alles weer neer. Leg je hoofd, schouders neer. Diepe ademhaling hier. En dan adem je uit, til je je hoofd, schouders weer terug op. Druk voetzolen we tegen elkaar aan en dan til je billen weer heel iets van de mat. Als het goed is, gaan binnendijen aan, je buik aan, je rugspieren. Ellebogen zijn wijd, adem hier.
En uit, leg alles weer even neer, ontspan helemaal. En dan adem hier weer diep in. En adem je uit, kom je weer terug omhoog. Dus hoofd, schouders komen omhoog. En dan breng je je handen naar voren. Dus je brengt je armen tussen je benen door, zeg maar, naar voren. Alsof je voor je iets wil vastpakken. En dan breng je je linkerknie omhoog. Dus rechterknie hou je laag. Vouw je je handen weer achter je been in elkaar. En dan pak je, zeg maar, je bovenbeen pak je vast. Dus je knie is gewoon gebogen. En dan druk je met je bovenbeen in je handen. Maar met je handen trek je aan je knie. Dus als het goed is, kom je met je schouders wat hoger. Liften je bekken wat op. Buik zuig naar binnen. Dus ellebogen zijn actief. Hè? Dus mijn armen zijn heel actief. Mijn buik is actief. Mijn been is actief. Oké, strek even je been door naar het plafond. Dus trek been door. Verleng zoveel mogelijk door. Trek buik nog iets meer naar binnen. Oké, laat je rustig je handen los. Dus je armen strek je weer open. Been is omhoog naar het plafond. En dan laat je rustig je been zakken. Laat hem zakken, laat hem zakken. Met controle. Dus buikspieren aan. Hele zachte beweging. En net boven je mat strek je hem even weg. Strek armen weg. Oké, zet je je voet weer tegen je voetzool aan. Breng je armen weer langs je oren naar achteren. Lig helemaal plat even. Strek armen uit. Oké, adem je weer uit. Komen je hoofdschouders weer omhoog. Handen komen weer naar voren. Dus tussen je, langs je bekken door, naar voren. Buik weer helemaal aanspannen. En dan komt rustig je rechterknie omhoog. Dus linkerknie. Laat je gewoon lekker naar buiten zakken. Met je handen pak je eventjes weer achter je bovenbeen vast. Ja, en dan druk je zo actief als je kan met je bovenbeen in je handen. Met je handen trek je zo actief terug. De schouders trek je als het goed is omlaag. Als het goed is voel je dit in je schouders, in je armen, in je buik, in je benen, in je ademhaling. Dus gezicht is ontspannen. Hè? Dus gewoon doorademen, gewoon doorglimlachen. Strek even je been mee omhoog. Strek been open, verleng hem open. Maar blijf duwen, blijf duwen, blijf duwen. Buik naar binnen. Oké, dan hou je eigenlijk al die spieren die nu aanstaan, hou je vast. En dan laat je rustig je armen open. Dus je strekt armen open. En dan laat je rustig je rechterbeen zakken. Laat hem zakken, laat hem zakken. Dus voel die buikspieren, laat je bekken samenwerken. Laat hem ademen. Dus straal even je armen, je gezichtje open, been open, adem. Oké, zet je rustig je beide voeten in de mat, knieën komen samen, hoofd, schouders leg je neer. Armen we even helemaal lang langs je oren naar achteren. Oké, dan breng je je handen, vouw je weer in elkaar, leg je achter je hoofd. Til je je hoofd, schouders weer even helemaal op. Dus je voeten zet je ietsje dichter bij je billen. Dat druk voeten in de mat, kantel je bekken helemaal. Dus buik is naar binnen. Dus alleen je billen, alleen het stuitje ziet van de mat, onderrug is aan de mat. En dan vanuit hier til je rustig je rechterbeen omhoog. Maar knieën zijn samen, bovenbeen is samen, bekken zijn gelijk. Dus adem hier. Til hoofd, schouders misschien iets mee op. Dus kijk gewoon naar je eigen buik, naar je eigen bovenbenen. Zet rechtervoet neer, leg hoofd, schouders neer. Eén diepe ademhaling hier. En dan adem je uit, kom je terug omhoog. Doe hem aan de andere kant. Dus even dat hele corset spieren aanzetten. Oké, linkerbeen, strek hem goed weg. Knieën zijn samen, buik weer naar binnen. Dus voel hoe spieren aan kunnen staan zonder dat jij zelf verder jezelf van binnen aanzet. Dus je mindset is gewoon zacht, je lippen zijn zacht, de ademhaling is zacht. Dus laat spieren de spanning nemen, de kracht nemen. Oké, breng je knie omlaag. Breng je beide knieën even naar je toe. Leg over schouders neer, één diepe ademhaling hier. Oké, dan adem je uit. Til je hoofdschouders omhoog. Hou je knieën bij je. Breng je rechterhand bij je rechter enkel. Je linkerhand op je rechterknie. Linkerbeen strek je uit. Ja, en dan wissel je. Dus rechterhand op je linkerknie. Linkerhand bij je voet. En dan wissel. En wissel. Dus hoofdschouders gaan omhoog. Buikspieren naar binnen. Dus benen bewegen vanuit die buikspieren. Dus maak hem misschien iets sneller als je wil. Een klein sprintje hier op je mat. Even je ademhaling goed aanzetten. Je hart aanzetten.
Dus wissel, wissel, wissel en wissel. En zet rustig beide voeten weer in de mat, knieën bij elkaar. Leg hoofd, schouders even neer. Armen weer lang naar achteren. Diepe ademhaling hier. En adem weer uit. Handen achter je hoofd. Til je je hoofdschouders, til je weer helemaal op. En dan gaat je rechterbeen gaat weer terug omhoog. Dus knieën zijn samen, bovenbenen samen. Linkervoet druk je in de mat. Dus linkerbeen is heel iets van de mat. Ja, en dan breng je je rechterhand aan de buitenkant van je linkerbovenbeen. En dan trek je je buik meer naar binnen. Dus rechtvoet, recht naar voren. Adem. Oké, we doen gelijk de andere kant. Dus hou hoofd, schouders omhoog. Rechtervoet is in de mat. Linkervoet gaat omhoog. Dus eerst weer beide bovenbenen goed samen. Buik naar binnen. Vanuit je rechtervoet, bil iets omhoog. En dan met je linkerhand aan de buitenkant van je rechterknie. Buikspieren naar binnen. En een adem hier. Oké, leg je rustig je hoofdschouders neer. Breng je beide benen, breng je omhoog naar je plafond. En dan je hoofd of je handen liggen gewoon onder je hoofd. En dan ga je als een schaar, ga je je benen voor achter brengen. Dus je opent je benen zoveel als het goed voelt voor jou. Dus maak zeker de beweging niet te klein. Dus geef voor, achter. Dus kruis je benen. En dan ga je misschien ietsje sneller dan je nu doet. Ademen. Oké, laatste 5, 4, 3, 2, 1. Oh, zet benen weer lekker. Voeten in de mat. Knieën even buigen. Armen weer even lang. Diepe ademhaling hier. En adem uit. Kom je weer terug omhoog. Alle goede dingen komen in 3. Dus we doen deze met die beenserie nog 1 keer. Een derde keer. Dus je mag je rechterbeen weer terug omhoog brengen. Yes. Dan mag je je rechterhand weer aan de buitenkant van je linkerknie doen. Dus buikspieren naar binnen. Ja. En dan til je je linkervoet een heel klein stukje op. Als het goed is ga je dan flink wiebelen. Anders kom je iets meer in je schuine zij. Dat je iets meer naar links komt. Maar adem, voel alles aanstaan. Hou beide knieën samen. Oké, beide voeten weer aan de mat. Leg hoofd, schouders even neer. Diepe ademhaling hier. En adem uit voor je andere kant. Dus eerst hoofd, schouders omhoog. Buikspieren aan. Linkerbeen omhoog. Rechterbil aan. Met je linkerhand kom je opzij. En dan zet die buikspieren aan. Dat hele corset met je benen erbij. En dan pas je rechtervoet. Dus hou alles aangespannen. Adem hier rustig door. Als het goed is, gillende buikspieren. Dus adem hier flink. Oké, zet je rustig. Beide voeten in de mat. Leg hoofd, schouders in de mat. En dan trek je even je knieën naar je toe. En dan til je je hoofd, schouders weer omhoog. Dus je handen zijn nog achter je hoofd. En je maakt jezelf zo klein als een balletje. Dus misschien je knieën wat meer naar je oren. En dan breng je je handen langs je benen naar voren. Dus eigenlijk bij je voeten. Yes. En dan adem je in. Open je je armen en je benen. Dus je hoofd beweegt niet mee. En dan adem je uit. Maak je jezelf weer klein. Dus doe de beweging echt vanuit je armen en uit je benen. Dus niet door je hoofd, schouders elke keer te laten zakken. Maar door in te ademen, je armen naar achter, de benen naar voren. En uit weer helemaal klein. Dus een paar keer nog voor jezelf. Ademen. Het is heel belangrijk om beweging, ademhaling, weer een stukje flow, samenwerking in je lijf te brengen. Oké, doe hem nog 2 keer. Laatste. En leg rechts je hoofd, schouders neer, knieën naar je toe. En dan rol even van links naar rechts. Oké.
mag je rustig je rechterknie bij je houden. En dan breng je je linkerbeen weer helemaal lang over de mat. En dan strek je je linkerbeen van je af, rechterknie trek je naar je toe. Dus maak hem heel actief. Door actief je knie wat lager te brengen. En de ademhaling weer zo diep mogelijk. Oké, til dan hoofd, schouders weer omhoog. Dus benen actief, dus alle teentjes wijzen omhoog. Oké, dan geef je je hoofd weer aan je handen. En dan is het inademen hier, knie naar je toe. Uitademen, strek je been lang, dus zonder neer te leggen. Adem in, breng je been recht omhoog. Adem je uit, breng je hem weer lang laag. Adem in, knie naar je toe. Adem uit en lang. Dus omhoog, omlaag, naar je toe en weer lang. Dus maak er niet zo'n fietsbeweging van. Het zijn echt drie bewegingen. Dus lang naar voren, lang omhoog, lang laag, knie naar je toe. Dus gewoon rustig bewegen voor jezelf. Of misschien wat sneller. Oké, doe hem hier nog drie keer helemaal. Oké, laatste keer. En als dan je knie bij je is, hou je de knie bij je, leg je hoofd, schouders neer. En dan breng je je knie over je lichaam naar de linkerkant. Om even alles lekker uit te twisten. Dus je rechterarm komt lang opzij. In één lijn met schouder gewoon naar rechts. Kijk misschien nog mee, dus check even dat je rechter schouder laag is. Dus hoe laag je rechter knie is, maakt mij niet uit. Dus liever je schouder laag, dat je niet omhoog gaat trekken in je schouder. Maar twist lekker diep in je onderrug, in je buik, in het bekkengebied. Adem hier. Oké, breng je rustig je rechterbeen gewoon naast je linker. En dan trek je linkerbeen omhoog naar je borstkas toe. En dan strek je eerst even je linker lies lekker open. Ja, dus rechterbeen is lang, linkerknie naar je toe. Adem hier even een paar keer weer met aandacht, zachtheid je lijf in. Oké, til dan rustig je hoofd, schouders heel even op. Geef je je hoofd weer aan je handen. Dus buikspieren goed naar binnen. En dan gaan we hier weer dezelfde flow doen. Dus je mag hoofd, schouders weer neerleggen. Dus inademen, knie hier bij je. Uitademen, knie is lang. Adem in, been recht omhoog. Adem uit, weer laag. In naar binnen. En weer lang. En weer omhoog. Dus vind weer dat het drie bewegingen zijn. Maak er niet stiekem één draaiende fietsbeweging van. Maar geef beweging terug aan je heup, aan je been, aan die buikspieren. Dat doen we nog een paar keer. Oké, nog twee keer dan. Oké, laatste keer. En als dan je knie bij je is, hou je hem weer lekker bij je. En dan breng je hem naar de rechterkant. Dus je linkerschouder, draai hem terug naar je mat. Breng linkerarm helemaal lang. En dan laat weer rustig je knie gewoon opzij komen. Dus misschien dat je voet gewoon in de mat is, je knie nog wat hoger. Maar voel echt dat je vanuit je schouders, borstkas meestrekt, die linkerzij helemaal. Je rug, misschien wel ergens in het liese bekkengebied. Dus proeven, het voelen doe je door je aandacht naar binnen te brengen. Door te ademen. En dus zo'n zachte, nieuwsgierige, liefdevolle blik voor jezelf te hebben. Oké, dan rol je rustig met je linkerhand gewoon naar rechts.
Zodat je vanuit hier omhoog kan draaien. En dat je op je buik kan komen liggen. Dus je draait gewoon helemaal door naar je buik. En leg je je voorhoofd op je handen. En dan je voeten zijn breed. Misschien wel zo'n matbreedte. En dan wieg gewoon heel rustig met je bekkengebied heen en weer. Dus je zwiert een beetje met je benen. Oké, dan kom je rustig op je onderarmen. Ja, dus kom in een sphinx. Dus niet hier hangen met je schouders laag. Maar druk echt je borstkas op. Dus zet je handen even helemaal schouderbreedte. En dan til je je ellebogen echt een klein stukje. Dus niet te veel. Dan ga je gewoon omhoog. Dan druk je in je onderrug. Maar ik wil echt dat je ietsje omhoog komt. Dat je echt voelt dat je die onderste ribben naar binnen trekt. Die bilspieren weer aanspant. En dat je actief je schouders hier naar achteren gaat trekken. Dat echt weer die corsetspieren aangezet worden. Dus die spieren die zoveel mooie stabiliteit geven, goede postuur, die je onderrug beschermen. Dus adem hier. Oké, dan zet je je rechter onderarm aan de mat. En dan rol je op je rechterzij. Dus niet hier hangen in die rechterarm, maar lift op, lift op. Dus point teden van je af. Dus billen aanspannen, beide bovenbenen gewoon samen. Als je wil kun je hand misschien op je bovenbeen nog, maakt niet zoveel uit. Maar lift op, dus lift op vanuit je rechterzij. Adem. Oké, kom je rustig terug omlaag. En dan rol je even door naar de andere kant. Dus je komt op je linkerzij. Dus lift hier weer op. Hè? Dus je bent misschien geneigd om te hangen in die schouders. Maar het is niet meer hangen in schouders. Het gewicht terugbrengen naar je spieren waar eigenlijk de stabiliteit, de balans hoort te zijn. Dus buik naar binnen. Gewoon ademen. Oké, dan kom je weer rustig op je onderarmen. En dan buig je je linkerknie, die heb ik ook gebogen. En dan pak je met je linkerhand, pak je je voet vast of je enkel vast. En dan trek eerst even je voet naar je toe. Dus je mag ook nog heel even je voorhoofd weer op de mat leggen. Dan is die minst intensief voor je onderrug. Maar als je wil, mag je ook op je onderarm blijven. Dan wordt die wel ietsje intensiever voor je onderrug. Dus kijk wat je wil. Dus vanuit je, als je op je onderarm leunt, kun je misschien ook nog je voet wat van je af duwen. Dus dan duw je echt je voet in je hand. En dan lift je je borstkas wat meer op. Dan trek je je schouder open. Dus of hoofd laag of hoofd mee omhoog. Maar trek buik naar binnen. Span die bilspieren aan. Je rechterbeen is actief weggestrekt. Dus adem hier. Oké, laat je hem rustig los. En dan wissel van kant. Dus je buigt je rechterknie, pak met je hand je rechter voet vast. Dus misschien dat je eerst even helemaal wil liggen, ontspannen. Dus als je gewoon ligt, druk dan je schaambeen goed omlaag. Dan krijg je wat extra strekking voor je bovenbeen. Of anders als je wil, dan kun je ook op je onderarm blijven of terugkomen. En misschien wel je voet in je hand duwen. Dus met je hand. Strek je dan je arm, strek je je borstkast. De spanbillen aan, dus zorg dat benen aangespannen zijn. Zodat je niet in die buik gaat, dat je de buik loslaat en daardoor ook in je onderrug gaat hangen. Maar alles blijft aan, van daaruit komt de opening. Oké, dan laat je rustig borstkast zakken. Laat je je been weer rustig los. Zet je handen naast je neer en dan duw je jezelf omhoog op handen en knieën. En dan pak je even jouw cat cow, dus je holle rug, je bolle rug. Of misschien wat je net al een holle hebt gedaan, dat je hier heel eventjes wat in je bol blijft draaien. Het is nog ochtend wanneer we deze doen, dus voel even hoe het ook vandaag voelt. Hè? 'S Ochtends voelt je lichaam altijd wat strammer in het bindweefsel nog. Dus nog niet alles is helemaal weer goed doorbloed, nog niet overal is weer water en alles weer zacht geworden. Dus wees ook mild voor jezelf in de ochtend.
Oké, en dan kom je rustig terug naar achteren in je child's pose. En dan leg je voorhoofd in de mat, armen even lang. En dan loop je op je vingertoppen, zodat je polsen en je ellebogen van de mat komen. En dan breng je je bovenlichaam even helemaal naar rechts of naar links. Het stelt mij niet zoveel uit welke je eerst doet, maar strek even heerlijk je flanken uit. En dan loop je even naar de andere kant. Dus je strekt even helemaal je andere zij open. Dus druk goed je hiel terug naar, of je bil terug naar je hiel. Oké, kom je weer terug in het midden. En dan loop je vanuit hier, je bovenlichaam, omhoog. Dat je als het ware komt zitten op je hielen. En dan kom je omhoog op je knieën. Ja, dus je kunt hem hier, je handen in je onderrug zetten. Dus we gaan een achteroverbuiging maken. Dus een beetje de kameel. Dus je mag hem gewoon met je handen in je onderrug. En dan druk echt eerst je schouderbladen samen. Dus je probeert echt je ellebogen bij elkaar te krijgen. Dus je kijkt gewoon recht naar voren. En dan druk je echt met je handen je billen naar voren. Maar je buikspieren span je aan. En daarna kom je pas naar achteren met je bovenlichaam. Dus zorg echt benen, billen, buik aan is. Ja, dus niet hier gaan hangen naar achteren. Dat gaat echt op een gegeven moment niet fijn voelen in je rug. Maar je strekt hier gewoon rustig open. Dus je komt zo ver als het goed voelt voor jou. Zodat jij al die spierspanning daar beneden aan kan houden. En vanuit daar je borstkas kan laten zakken. Dus dat hoeft soms helemaal niet zo ver te zijn. Oké, als je omhoog kijkt, blijf gewoon omhoog kijken. Maar laat je billen weer terugzakken. En dan rond je weer even naar voren. In je child's pose. En dan neem even een paar ademhalingen hier voor we hem zo nog een keer doen. Oké, rol je weer rustig, wervel voor wervel omhoog. Kom je weer terug omhoog op je knieën. Dus je kunt of dezelfde nog een keer doen, of als je eetje verder wil, kun je ook je tenen in de mat zetten. Zodat je misschien met je hand op je hiel kan rusten en dat je vanuit hier. Maar het is niet naar achteren zakken vanuit je billen. Het is echt bekken boven je knieën houden. En vanuit daar kom je rustig naar achteren. Ja, dus voel goed je eigen onderrug. Blijf goed ademen. Blijf openstrekken. Oké, als je omhoog of naar achteren kijkt, blijf met je nek en je hoofd daar. Laat gewoon je billen laag komen. Eerst de spanning uit je bekkengebied. En vanuit daar duik je, rond je weer terug naar voren. Opnieuw in een child's pose. Misschien met je handen bij je voeten. Misschien dat je heel licht iets van links naar rechts wiegt. En breng dan rustig je armen naar voren. Dus weer naar voren aan de mat. Dus kom even op vingertoppen. Strek je nog even je bovenlichaam uit. En dan kom je omhoog naar handen en knieën. En dan strek je je armen naar voren. En dan kom je in een puppy dog. Dus je laat even je borstkas helemaal laag zakken. Zodat je even lekker je rug recht kan strekken. Je borstkas en schouders en oksels nog net wat meer kan openen. Dus adem hier weer goed. Oké, dan rol je rustig jezelf omhoog. Op handen en knieën. Krul je tenen even onder, zet je voeten bij elkaar. Druk je je knieën uit elkaar en dan duik je omlaag in een heerlijke diepe hurkhouding. Dus laat hielen laag zakken. En dan handpalmen omhoog. Dus hou je niet vast aan je mat. Maar probeer echt je naar achteren te zakken. Alsof je achter je wil komen zitten. Zodat je echt goed gaat hangen voor het bekkengebied. Liezen,
stretch voor je onderrug. Dus kopje lekker laten hangen. Zodat ik even die achteroverbuiging, dat je die nu lekker kan uitstrekken met een vooroverbuiging. Oké, dan rol je jezelf rustig omhoog. En dan kom je heel even zitten. Dus kom gewoon in je kleermaker zitten. Plaats je handen alvast bij je borstkas. Dus druk met je duimen wat meer er weer tegenaan, zodat je het kloppen van je hart kan voelen. En dan nemen we hier even een moment om ook de flow weer af te sluiten. Deze korte buikspier, kwartiertje. Volgens mij is het geen kwartiertje geworden. Volgens mij is het meer een half uurtje geworden. Maar nu heb ik wel even deze wat kortere flow om gewoon eens even weer in te checken hoe het voor je is. Wat er veranderd is. Om bewust te worden hoe lekker het is om je lichaam te bewegen, te ademen. Om met aandacht bij jezelf bezig te zijn. En dan sluiten we hem af met één korte adem, arm, halen, flow. Dus adem in, cirkelarmen omhoog, strek hier omhoog. En adem je uit, breng je handen terug naar je borstkas. Vouw vingers in elkaar, adem in, strek open en op. En adem je uit, breng je armen weer helemaal laag. Adem in, halverwege omhoog, strek je open. En adem je uit, breng je armen om je heen. En dan geef je jezelf nog even een dikke knuffel, een schouderklopje, goed gedaan. En dan met deze lekkere knuffel in de pocket, sluit lekker je les af, sluit het moment af. Bedank jezelf even dat je tijd hebt genomen weer voor jezelf. En ik dank je ook dat je mee hebt gedaan. Namaste. Mwah.